Yo gasten, ik heb de vraag gekregen om eens uit te leggen hoe dat ik een 360 graden video maak. Als je niet weet hoe zo'n video eruit ziet, ik zal je een annotatie op het scherm achterlaten met de link van een 360 graden video. Oké, okay, dus eerst wat je moet doen is een video renderen. Ik bewerk met Adobe Premiere Pro. Dat gaat even goed met Sony Vegas of mijn andere, andere bewerkingsprogramma. Dus wat je gewoon moet doen: je video renderen in H2 6.4, 4 dat is het beste wat je kunt nemen. Dan zoeken naar HD 1080p 60 fps, misschien als de computer aan kan. Ik zal nu 30 fps pakken, waar staat dat hier? Hier. En dan gewoon export. Wanneer dit klaar is, gewoon naar de video gaan. Dit is deze video. een gewoon een 1080p video. Wat dan nu eigenlijk moet doen, is een, uh, een script toevoegen. Dit script zal ik in de beschrijving zetten. En wat je moet doen, is die twee samen gewoon, om het makkelijk uit te leggen, verbinden met elkaar. Dit script noemt de 360 video py. Dus wat je wil doen, is je video dat je net gemaakt hebt, kopiëren, ctrl-c naar je harde schijf. Waar je net dat script geplaatst hebt. Je moet gewoon zorgen dat die twee op dezelfde harde schijf staan. Wat je vervolgens moet doen, is je uh, command prompt openen, voilà. en dan gaat je hier, hier zit je uw d-schijf, daar had je dit typen. Oh, dat was even foutje, gewoon d-dubbelpunt zodat je op deze schijf zit. Dus wat je daarna moet doen is dit script, ctrl-copy in je command prompt, dus ctrl-c en dan hier. Wat je wil veranderen is je input en je output. Je input is hetgene ...waar dat je video genoemd hebt. Dus voor mij is dat... Uh, even zo zetten. Voor mij is dat... ...kanaaltrailer.mp4. En die .mp4 moet er zeker ook uit bij. Dus je input... ...kanaaltrailer.mp4. Uh, Zorg ervoor dat... ...je hoofdletters, punten, alles... Uh, ...perfect is. En dan je output is hetgene waar dat je... Het is, is eigenlijk uw 360 graden video samen met die 360 video metadata.pie. Dus dat ga ik noemen nieuwe trailer en altijd.mp4 achter. Nu gaat je zien dat hij een nieuwe video heeft gemaakt hier. Een nieuwe mp 4 met dit script. Als je deze video upload naar YouTube, heb je een 360 graden video. Als er nog vragen zijn, ik ben bereid om ze allemaal te beantwoorden. Ik hoop dat ik jullie kon helpen met deze tutorial. Als er iets niet duidelijk is, vraag het gewoon. En uh, tot de volgende video. Yo!